Beste kijkers, het is vrijdagochtend 23 december en ik neem u nu alvast mee naar de weekkaart van Ajax, Bel 20 en de DAX om vast te stellen hoe zo mogelijk vanmiddag week 51 de boeken ingaat. Het is een wispelturige week. We zien uiteindelijk nauwelijks vooruitgang vanuit het stierenkamp, ook niet vanuit het berenkamp, want we eindigen zo mogelijk met een doodziekendel. En dat betekent dat de spelers twijfelen om door te gaan in een bepaalde richting. En dat weer samen met de zogenaamde pullback die nu gaande is. We hebben eerder de uitbraak naar krap 47 gezien. En de candles van de afgelopen 3 weken mogen dan ook gelabeld worden als een pullback om de trendomkeer te valideren. En dat betekent dat er rond de huidige niveaus gebodemd moet worden en komende week, de laatste handelsweek van dit jaar, dat er dan een witte candle geplaatst moet worden om die pullback af te ronden en daarmee het startschot te geven van een nieuw proces, hogere toppen, hogere bodems, anders gezegd een verse uptrend. En dat zou dan een prima start zijn van het nieuwe jaar. Op dit moment dus twijfel, maar wel met niet boven de uiterst kritische steungrens 6,92. Daaronder dan kunnen we het echt wel vergeten. Dan gaat gewoon weer een downtrend van start. Dus wat dat betreft is het een beetje een randje ravijn scenario. Er mag weinig tot niks meer naar beneden vanaf. Liefst zien we deze week en anders komende week een mooie witte candle als opmaat voor een goed 2023. Hoe is het bij de DAX? Op dit moment een heel klein plusje en die toont eigenlijk dezelfde charttechnische configuratie. Ook hier een pullback gaande met overigens net als bij de AEX en de DAX nu ook de RSI die je wel aanstuurt op bodemvorming en een opleving. Hier zien we met een vergrootglas een heel klein wit candletje, dus daar hebben de bulls iets meer zin om daadwerkelijk te bodemen en de uptrend nieuw leven in te blazen en vervolgens op te stomen naar de 14.900. De indicatoren gaan dus niet allemaal mee, dus wat dat betreft is het niet gerechtvaardigd om volledig long mee te gaan. Doe voorzichtig aan, anticiperende turbo long posities wellicht ter overweging, maar misschien is het verstandig en raadzaam om gewoon te wachten op een goede witte candle ook op dit speelveld. En dan de Bel 20 index, 0,6% erbij. En daar zijn we nog bezig met een keurige rebound. Vorige week swing plus 9 met een zwarte candle. Dus dat stuurde al aan op topvorming. Maar kijk, de bulls vermannen zich prima en plaatsen alsnog een witte candle. En willen dus kennelijk opstomen, net als bij de andere indices, naar de rode streep en de SMA-lijn. Om daar dan misschien te toppen of daar te gaan breken. En net als bij de andere indices dan daar ook een overgangsfase in te zetten. De Bel 20 loopt dus wat achter, maar met deze week meegerekend proberen de bulls toch nog wat terrein te winnen. Ik wens u voor straks een plezierige avond, een goed weekend, prettige feestdagen en een uitstekende jaarwisseling.